De KRO presenteert... Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. En Joke Bruis. Sjoerd Plezier. En Moena Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee naar de 50er jaren. Toen geluk heel gewoon was. In het leven zet je zorgen aan de kant. Hallo nou. Dag zus. Waar zat jij de hele dag? Ik ben wel 2 keer beneden geweest. Hou op, schei uit. Die hond van mijn moeder die heeft me de hele dag gekost. Blackie? Mijn dad is toch een heel lief beestje? Oh ja, schat. Alleen hij deed een beetje raar de laatste tijd, dus mijn moeder maakte zich ongerust. Ben ik vanmorgen even met hem naar de dierenarts geweest. En? Nou, ze hebben hem gehouden voor onderzoek. Ik krijg vanmiddag al de uitslag. Hij stuurt een loopjongen, want ik heb het liever niet over de post. Hoezo dat? Jaap is niet zo gek op Blackie. En dat voelt zo'n beest, hè? Altijd met grommen naar hem. Hij heeft hem zelfs een keer gebeten. Dus ik heb liever niet dat hij erachter komt dat die dierenarts ook nog eens 5 gulden kostte. 5 gulden voor een hond? Het is toch wat, hè? Nou. Jaap moest van de week zelf naar de dokter. Kostte maar 2,75. Maar wat heeft Jaap dan? Nou, hij was niet zo lekker. Dan moet jij eens opletten. Ik ben heel benieuwd. Bijna goed. Gewoon blijf oefenen, Jaap. Oké. Okay. Hey, zussie. Dat is schat. Dag, lieverd. En krijg ik helemaal niks? Ben te moe. Er is er eentje moe. Ik heb de hele dag in het riool gelegen. Dat heeft er ook mee te maken. Heel leuk. Heel geestig. Lach me rot. Verprak klaar? Staat al op. Ben al weg. Oh, wacht even, zus. Loop ik met je mee. Ik moet naar de zolder. De was van de lijn halen. Let jij even op de pannen. Simpie? Nelly. Hé, hey, Jappie. Lekker kegelen vanavond? Nee, vanavond niet, Siem. Ik denk dat ik vanavond maar eens thuis blijf. Ik voel me niet zo lekker de laatste tijd. Joe. Nee, ik ben van de week ook met Nel even naar de dokter geweest. Die nieuwe, weet je wel, hoe heet die? Ik was er nog nooit geweest. Dat schijnt een hele goeie te zijn, weet je dat? Heb je dat verhaal gehoord van Koos Bilderbeek, die loodgieter? Nee, wat dan? Die hebt hij in leven weten te houden totdat Koos zijn vrouw de begrafenis verzekerd had gekregen. Doe jij dan? Nee, niks, maar ik voel me een beetje moe de laatste tijd. Nou ja, eet je wel genoeg? Woont hier mevrouw Kooijman? Inderdaad. Ik heb hier de uitslag van de dokter. Mooi, hè, Marie? Nee, het is persoonlijk. Voor mevrouw Kooijman. Oh, nou, ik ben toevallig meneer Kooijman. Hele vieze nagels, jongen. De uitslag. Heb je jeuk dan? Hey, beste mevrouw Kooijman, omdat u erop stond, laat ik deze brief even bij u langsbrengen. Daar u niet wilde dat uw man hem bij de post zou vinden. Zo. Helaas, ik heb slecht nieuws. Het betreft hier een acuut geval van arteriale monochromie. Een zeldzame ziekte die gewoonlijk alleen bij herders voorkomt. De eerste symptomen zijn haaruitval, huidirritatie en de neiging van de tong om blauw te worden. Dit gaat gepaard met rillingen, waardoor hij de meeste tijd naast de kachel zal doorbrengen. Ik heb wat pillen bijgesloten. Ik geef hem er 1 per dag met een beetje warme melk. Wees lief voor hem en maak het hem gemakkelijk. Dan heeft hij nog zeker 6 maanden te leven. Hoor je dat? Nog 6 maanden.
Leg ik in mijn houten jas. Nou ja, kom op, hé. Die dokters vergissen zich ook wel eens, hoor. Ik heb eens met een knaap gewerkt, die gaven ze ook nog 6 maanden. Nou, die had die dokter mooi te pakken. Ja? Heb nog 8 maanden geleefd. Zie, 1 ding. Geen woord hiervan tegen Nel. Ik wil niet dat ze het over te weten komt. Ja, wacht even, Jaap. En na 6 maanden dan? Als je s'avonds niet thuis komt, krijg ze toch in de gaten, hoor. Oh, jongen, dat ik nou zo aan mijn einde moet komen. Ik heb nog nauwelijks aan het leven geroken. En als ik er aan terugdenk, wat heb ik het altijd zwaar gehad. Als kind al had ik 3 krantenwijken tegelijk. Toen ik eindelijk van school kwam, toen kon ik hulpje worden op een sleepenzwaar. Toen kwam de crisis. Heb ik praktisch in mijn eentje het hele Kralingse Bos opgehoogd. Heb ik Nel nog leren kennen. Die deelde 's ochtends altijd de scheppen uit. Gaf ze mij altijd een klein schepje met een lange steel. Hoefde ik niet zo te bukken. Waren we koud getrouwd, kwamen de moffen. Werd het helemaal sappelen. En na de bevrijding kwam ik op de bus terecht en ik sappel nog steeds. Ach, zien. Mijn leven is niet over rozen gegaan, jongen. Ik ben op de wereld gekomen met een paar sterke longen, roze wangen en een hoop grootse plannen. En wat kan ik laten zien nou ik uit moet stappen? Een kale kop, een blauwe tong en een kopje warme melk met een pil erin. Maar het geeft niet, lieve pop. Spring maar achterop. Spring maar achterop. Spring maar achterop. Stel je eens even voor. Nel staat er over 6 maanden helemaal alleen voor. En ik heb nog niet eens een testament gemaakt. Ik laat erachter zonder enige voorziening. Zico, voor jou neem ik die strop. Spring maar achterop. Spring maar achterop. Spring maar achterop. Dat is het eerste dat ik nou moet doen. Een testament maken. Heel goed, Jaap. Heel verstandig. Heel belangrijk, een testament. Hé, hey. Ja. Want je moet er toch niet aan denken, hè? Al deze spullen terug naar de lorenboer. Ja, een testament. Jawel. Ja, Simpie. En daar ga ik jou ook in zetten. Ik vermaak aan jou mijn kegelbal. Fantastisch, dankjewel. Komt dat even goed uit? Ik wou zelf net een nieuwe kopen. Aan mijn lieve vrouw, Nelly, laat ik al mijn aardse bezittingen na, zoals daar zijn. Ik heb helemaal geen aardse bezittingen. Ik laat Nelly helemaal niks na. Ik sta op het punt de pijp uit te gaan en ik laat mijn vrouw niks na. Een man moet zijn vrouw toch iets nalaten. Rustig, Jaap. Ga zitten. Geen paniek. Geen paniek. Luister. Nou, jij toch doodgaat, hè? Waarom verkopen je lichaam dan niet aan de wetenschap? Als ze per pond betalen, is Nel miljonair. Ja, volgens mij is dat doodgaan van jou, hè? Een verdomd interessant verhaal. Ik heb eens iemand gekend, die had ook zoiets. Je had 3 weken achter elkaar de hik. Die is naar een weekblad gegaan, heeft dat verhaal verkocht voor 500 gulden. Zoveel? Als ze voor 3 weken hik al 500 gulden betalen, dan krijg ik voor het doodgaan van mij zeker 1000. Je hebt gelijk. Dat verhaal van mij, dat is puur menselijk drama. Dat willen de mensen lezen. Ik ga met dat verhaal naar de Wereldkroniek. Ik zie mezelf al staan op de voorplaat. Jaap Kooijman. De man die weet dat hij gedoemd is binnen 6 maanden te sterven. Wel,
nee, Jaap, dat is toch veel te lang voor een titel, joh. Dan korten ze vast in. Van Kooiman tot Dooiman. Mathieu, ik weet het niet hoor, ik weet het niet. Wat weet je niet? De poes van Mieke Telkamp op de omslag. Ik koop toch geen hond? Ja, jongen, we hebben niks anders. Het is komkommertijd. Ja, waar is er? Neemt u me niet kwalijk, meneer de Geus, maar er staat een man bij de receptie en die wil maar niet weg. Wat voor man? Nou, een hele rare man. Hij beweert dat hij een verhaal voor u heeft en dat wil hij per se vertellen. Ja, zeg maar dat ik er niet ben. Corrie, wacht even. Mathieu, waar is jouw journalistieke nieuwsgierigheid gebleven? Misschien is dit wel wat. Oké, Corrie, laat hem maar binnenkomen. Meneer Kooiman, komt u maar. Dank u wel, dank u. Goeiedag, meneer. We hebben niet veel tijd. Wat is uw verhaal? Nou, heren. Ik begrijp dat dit als een grote slag voor u zal komen. Maar hier staat een man voor u die nog maar 6 maanden te leven heeft. Mooi. Wat is nou uw verhaal? Ja, nou, dit. Begrijp u het dan niet? Ik zou u kunnen vertellen hoe het is om ten dode opgeschreven te zijn. Dat is misschien nog wel beter dan dat verhaal van vorige week. Ik was de masseur van Sjoutje Dijkstra. Ja, bedankt voor de moeite, meneer Koopmans. Maar we kunnen dat niet gebruiken. Luistert u nou eens. U moet mijn verhaal publiceren. Niet zozeer voor mezelf, maar voor mevrouw. Ik ga over 6 maanden dood en ik laat er geen cent na. Dat is heel vervelend voor u, maar we hebben er niks aan. Meneer, wacht even. Mathieu, luister nou eens even. Er zit toch wel iets in. De romantische tour. Man heeft nog slechts 6 maanden te leven en is enkel bezorgd om zijn vrouw. Elke week. 6 maanden lang. Het hele volk zal zitten wachten totdat die man het loodje leest. Dat is toch fantastisch? Niemand leest meer de concurrentie. De katholieke illustratie, die kan wel inpakken. En wat dacht jij van foto's? Kijk nou toch eens naar het gezicht. Wat een droevenis. Begrijp je het dan niet? We maken van deze man een nationale held. De nieuwe Karel Doorman. U weet het toch wel zeker, hè? Van die 6 maanden. Nou en of? Begrijp goed, meneer Koopmans. Als u dit allemaal verzint alleen maar om wat geld te vangen, dan bent u behoorlijk een overtreding. Als u niet binnen 6 maanden doodgaat, en wij hebben het wel gepubliceerd, dan lachen ze ons zo het vak uit. En weet u wat wij dan met u doen? Dan geven wij u aan, wegens fraude. En dan krijgt u levenslang. Ja, maar dat ga ik toch zomaar niet verzinnen, toch niet over doodgaan. Hè? En bovendien, ik heb hier de uitslag van de dokter. Maar dat is fantastisch. Als die ton blauw wordt, dan gooien we er een kleurenpagina tegenaan. Corrie, bel de redactie en stop de persen. We hebben een nieuw omslagverhaal. Meneer Koopmans, gefeliciteerd. We plaatsen uw hele verhaal tot uw laatste stik. Dank u wel. Oh, het is tijd voor mijn pil. Heeft u misschien een kopje warme melk? Maar natuurlijk. Ja. Ja. Wat heeft dit te betekenen? Wat is dat voor een idioot verhaal? Waarom weet ik hier niks van? Ik had het je willen besparen. Ik heb er 1000 gulden voor gekregen. Staat op de bank op jouw naam. Ik weet niet waar jij het over hebt, hoor. Maar één ding weet ik zeker. Jij gaat niet dood. Nee, ja. Nee. Geloof me niet, hè. Lees dit maar eens. De uitslag van de dokter. D.
De vrolijke weduwe. Straks bij mijn begrafenis kom je zeker niet meer bij. Een blauwe tong. Haaruitval. Lach maar, wacht maar. Straks, over 6 maanden, sta je er alleen voor. Jaap, deze brief, hè, komt van de dierenarts. Het gaat over de hond van mijn moeder. Blackie? Bedoel je dat ik niet dood ga? Nee, natuurlijk niet. Arteriale monochromie, hè? Dat is van het krabben. Vanwege de vlooien. Meen je dat nou? Ja, natuurlijk, joh. Maar ik vond het ook al zo gek dat ik die brief niet kreeg. Oh, ik voel me als herboren. Je weet niet wat ik allemaal heb doorgestaan. Dit gaan we vieren. We gaan alle Chinezen van de stad af. Geld speelt geen rol. Ik heb die 1000 gulden, toch? Die gaan we tot de laatste cent opmaken. Wat is er? Levenslang. Ik heb die 1000 gulden gekregen op voorwaarde dat ik binnen 6 maanden dood zou gaan. Dit is fraude. Maar Jaap. Ik krijg levenslang. Jaapie. 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 Dat is een heel mooi verhaal, Jaap. Mooie foto. Je staat er goed op. Jaap. Nou al. Hey. Jaap. Jaap. Hey, zeg nou wat, man. Jaap. Jaap is niet meer. Hij heeft niet eens die 6 maanden volgemaakt. Arme jongen. Oude lobbes. Jij zal nooit meer een bus besturen, jongen. Tenminste, niet lijn 52. En jij zit nou in de bus naar het hiernamaals. Nooit meer zal je deze sokjes dragen. En nooit meer dit schitterende jasje. En nooit meer, nooit meer dit verrukkelijke broekje. Oh, Sim, fijn dat je er bent. Ga je me even helpen? Dan hou ik dit even onder zijn neus. Het heeft geen zin, Al. Laat maar. Hij is heen gegaan. Op dit eigenste moment nadert hij de gouden poort. Op dit eigenste moment zijn ze bezig niet te verbreden, zodat hij erdoor kan. Ja, maar jij was toch dood? Jij lag er op de grond, hartstikke dood. Maar je leeft weer. Hé, hey. Dat is een wonder. Ik was helemaal niet dood. Ik was alleen maar flauw gevallen. Het is alleen maar een misverstand. Ik ga helemaal niet dood. Nooit? Nee, niet nooit. Dat briefje was van de dierenarts. Het ging over de hond van mijn schoonmoeder. Oh, Blackie. Ja. Krijg ik die kegelbal zeker ook niet. Als ik niet binnen 6 maanden dood ga, maken ze me af. Je moet gewoon naar ze toe gaan met dat geld en je zegt ze de waarheid. Dat geld interesseert ze niet, Nel. Als ik niet binnen 6 maanden dood ga, dan lachen ze hun het vak uit. Wat moeten ze nou volgende week op de voorplaats zetten? Buschauffeur overlijdt niet aan hondenvlooien. Lach toch niet, man. Hoe kom ik hieruit? Ik moet iets bedenken. Niet doen, Jaap. Niet denken. Als jij gaat denken, gaat fout. Hey, Jaap. Hey, kun je niet zorgen dat je onder je eigen bus komt? Ja, misschien vinden ze dat wel mooier, hè? Buschauffeur overreden door eigen bus. Houd toch op, man. Ik kan kiezen tussen levenslang en doodgaan. Jij staat grappen te maken, hè? Wacht eens even. Ik heb een idee. Als er nou eens een dokter bestond die mij van mijn ongeneeslijke ziekte kon genezen. Als het nou eens de enige dokter in heel Nederland was die het antwoord had gevonden op arteriale monochromie. En als hij nou eens het artikel had gelezen en naar mij toe was gekomen om me te opereren.
Ik hoef hem alleen maar mee te nemen naar de Wereldkroniek en klaar is Kees. Ja, maar hoe kom je nou aan een dokter die arteriale monogramie kan opereren, terwijl je het helemaal niet hebt? Ja, nee, maar ik bedoel geen echte dokter. Ik bedoel iemand die doet alsof. En iemand die dat heel overtuigend kan. Want iemand zijn die ik helemaal ken vertrouwen. Iemand die ik heel goed ken. Simon! Raak me niet aan, Jaap. Ik ben steriel. Nou, als u en de dokter hier even willen wachten, meneer de Geus komt zo. Steriel. Wil je nou het normaal doen? Idioot. Ze doorkrijgen dat het nep is. Kijk, levenslang. Goedemiddag, meneer Kooijman. Goedemiddag. Dat verhaal van u, dat gaat erin als koek, hè? Ja, we zijn bezig een extra oplage te drukken. De mensen zijn helemaal koorden gek. Ja, en wacht maar eens wat ze volgende week te linksen zullen krijgen. Ja, nou, nee, ja, daar kom ik juist voor. Volgende week komt er helemaal niks. Hoezo? Nou, kijk, ik ga helemaal niet binnen 6 maanden dood. Nou ja, mag wel een beetje langer duren. Als die tong van u nog op tijd blauw wordt, want daar rekenen onze lezers op. Nou, nee, meneer, nee, kijk, het zit zo. Deze meneer hier is dokter. Dokter Stokvis. Ah, dag dokter. Hoe maakt u het? Ik ben steriel. En nou, de dokter heeft het artikel gelezen. En hij is de enige in heel Nederland die arteriale monogamie kan genezen. Dus is hij naar me toegekomen om het te opereren. Dat is het. Dus, hier is uw cheque terug. Bedankt voor alles. Goedemiddag. Wacht eens even. Kom eens even terug. Iets niet goed? Iets niet goed? Ik ben blij dat u hier niet op onze redactie zit. Begrijpt u dan niet wat een prachtig verhaal hierin zit? Dokter, leest Wereldkroniek. Er gaat Kooijmans leven redden. Volgende week het hele verhaal van dokter Stokvis en zijn remedie tegen arteriale monochromie. Een dubbeldik nummer met veel foto's. Nee, dat gaat niet. Daar is hij veel te bescheiden voor. Nou, een paar foto's maken mij niet uit. Dokter Stokvis, ik zou graag een paar dingen van u willen weten. Welke scholing heeft u? De Jan Lichthartschool. Dat is in Vlaardingen. Nee, ik bedoel, waar heeft u gestudeerd? In Oxford. Zo? In Engeland? Ligt dat daar? U heeft in Oxford gestudeerd en u weet niet dat dat in Engeland ligt? Het is er altijd zo mistig. Nou, even serieus, dokter Stokvis. Waar heeft u uw praktijk? Ik doe alleen theorie. Weet u wat ik denk, dokter? U bent helemaal geen dokter. U bent een oplichter. Er wordt hier een vals spelletje gespeeld. Dat u met dat nepverhaal ons blad probeert op te lichten, is nog tot daaraan toe. Meneer de Geus. Maar dat u meneer Kooijman hier, die nog maar 6 maanden te leven heeft, valse hoop durft te geven, dat gaat mij werkelijk te ver. Weet u waar u thuis hoort? Dokter Stokvis! Achter slot en grendel! En ik zal ervoor zorgen dat u er terecht komt ook! Als ik even kan voor de rest van uw leven! Maar Jaap, dan mag ik nooit meer de riool in! Meneer de Geus. Sorry. Hij kan er niks aan doen. Als er hier iemand een oplichter is, dan ben ik het wel. Waar heeft u het over? Ja, het is een heel lang verhaal. Misschien is het beter dat u even gaat zitten. Jij ook, Sien. Kan niet. Die stoel is niet steriel. Gaat zitten. Kijk. Het gaat over de hond van mijn schoonmoeder. Nou, eet nou eerst je mond eens leeg. En vertel me nou eens hoe het gegaan is. Nou. Ik heb hem gewoon de waarheid verteld.
dat ik nooit arteriale monochromie kon hebben, omdat je dat krijgt van hondenvrooien. Zei hij toen? Niks. Hij zat me alleen maar aan te staren. En toen? Nou, en toen zei hij dat hij geen aanklacht tegen me in zou dienen, onder één voorwaarde, dat ik die 1000 gulden zou schenken aan de dierenbescherming, en dat hij de rechten kreeg op het ware verhaal. Want volgens hem was dat veel romantischer dan dat verhaal over mijn ziekte. Nel, wat ik allemaal heb doorgemaakt. Elke dag die warme melk met die pil. En 's nachts maar wakker liggen, bang dat mijn haren zou gaan uitvallen. En dan die blauwe tong. Hoe dik was ik hier in de spiegel heb staan kijken. Wat is er? Nel! Bosbessen taart. Schat, je bent het einde.